Goedenavond iedereen. Hier aanwezig in Bar Pilar, maar ook thuis. Op dit moment volgen er een twintigtal mensen dit evenement via de livestream. Nu opnieuw welkom allemaal. Welkom op het derde panelgesprek van het Human 2-project, georganiseerd door Mensen en Wetenschap. Nu, wat is eigenlijk het opzet van het Human 2-project? We gaan op zoek naar de krijtlijnen van een moraal die dat de burger helpt om in de 21ste eeuw in te spelen op diezelfde uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals klimatologische veranderingen, geopolitieke verschuiving enzovoort, worden er op dit moment volop mee geconfronteerd. Dit doen we aan de hand van het boek geschreven door Robert Klikket en Dragana Avramov. Ik ga het nog heel kort voorstellen. Robert Klikket is emeritus hoogleraar in de antropologie en sociale biologie van de Universiteit Gent. En Dragana Avramov is zaakvoerder van Population and Social Policy Consultants en voormalig directeur van het Demographic Research Center Institute of Social Science aan de Universiteit van Belgrado. Nu een korte update. Ik heb voor mezelf doorheen de voorgaande sessies nota genomen en wat denk ik tot nu toe geleerd te hebben uit die voorgaande sessies. Wel het volgende. Uiteraard, als we die uitdagingen willen aangaan en als we de contouren willen schetsen van een nieuwe moraal op maat van de uitdagingen van de 21ste eeuw, ja, dan moeten we natuurlijk de mens laten evolueren in de richting van een gedragsverandering. Er zijn twee standpunten. Enerzijds hadden we het standpunt van Erik Corijn. We gaan die verandering opleggen bij wet. We gaan gewoon wetten invoeren. Maar er is ook nog een andere strategie die vertrekt vanuit hetgene wat dat mensen zijn. En dat was dan eerder het voorstel van Cathy Macharis. En zij zei van, kijk, ik zie het in Brussel. Dat is mijn eigen leefwereld. Wel, mensen evolueren daar in functie van de uitdagingen van de 21ste eeuw. Op voorwaarde dat hetgeen wat ze kunnen doen aansluit op hetgeen wat ze voelen en ervaren in diezelfde leefwereld. Met andere woorden, als het aansluit op de emoties, dan evolueren mensen mee op voorwaarde dat we vooruitgang zichtbaar maken. En dat we mensen keuzes kunnen laten maken op basis van goed wetenschappelijk onderbouwde scenario's. Panelgesprek 2 heb ik in totaal een zevental punten weerhouden. Wel, als we dan toch moeten evolueren in de richting van een gedragsverandering, dan is inclusief leiderschap een belangrijke hoeksteen. Inclusief leiderschap betekent dit, leiderschap dat mensen verbindt. Dat ervoor zorgt dat mensen evolueren van veel naar één. En we hoeven daarbij niet bang te zijn voor de driften van de mens, want, dat hebben we geleerd van de vorige spreker, Christine Pont, de driften, de aandriften van de mens, kunnen we gebruiken om de mens te laten evolueren in een verandering, gebaseerd op hetgeen wat hij voelt. En daar kunnen we bepaalde technieken voor ontwikkelen. Wetenschappelijke scenario's zijn belangrijk, met daarin dus goed wetenschappelijk onderbouwde scenario's, met doelstellingen op korte termijn, middellange termijn en op lange termijn. En uiteraard altijd vertrekkende vanuit lokale relevantie. En, dat was ook een andere conclusie, laten we ons alsjeblieft niet richten op de mensen die niet vatbaar zijn voor verandering. Maar laten we ons alsjeblieft richten op de bewegelijke middengroep die in iedere samenleving terug te vinden is. En gelijktijdig uiteraard, de groep die niet evolueert, die kunnen we eventueel dan toch gaan bestraffen omwille van asociaal gedrag, maar toch alternatieven aanbieden met de bedoeling dat ze kunnen reïntegreren in de samenleving als ze voelen dat verandering noodzakelijk is. En dan tenslotte, dit geheel zou moeten kunnen omkaderd worden met de juiste instituten die deze processen faciliteren. En vandaag gaan we het hebben over scenario's. Welke scenario's kunnen we benutten om de mens verder te laten evolueren in de richting die wenselijk is, waardoor de mens kan inspelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw? Zoals altijd zal Robert een inleiding geven en nadien is er een andere expert die we hebben uitgenodigd. Die zal reageren uiteraard op de bijdrage van Robert. En ik stel u die expert even kort voor. Deze keer is dit Dominique Adriaens. En Dominique Adriaens is evolutionair bioloog aan de Universiteit van Gent en stelt zich bijvoorbeeld vragen over waarom dieren, inclusief de mens is een dier uiteraard, eruit zien zoals dat ze eruit zien en wat we daaruit kunnen leren als mens en samenleving. En volgens
Adriaans is het belang van dergelijke wetenschappelijke inzichten die alledaagse uitdagingen vormen voor de mens, inclusief het natuurlijk ecosysteem waar je deel van uitmaakt, nog nooit zo groot geweest als de dag van vandaag. Ten slotte, na de bijdrage van Dominique Adriaans, is het uiteraard ook weer aan onze human designers die vanuit het perspectief van een kritisch burger zijn kritische vragen zullen stellen met de bedoeling een dialoog op gang te trekken. Ik stel ze nog even kort voor. Alin Wilmen, of Willen, Max Schneider en Julien Liebrecht. En dit gezegd zijn, dan geef ik nu heel graag het woord aan Robert voor de inleiding. Alsjeblieft, Robert. Dank u wel. Goedenavond. Wij gaan onze uiteenzetting toespitsen eigenlijk op de grondslagen van een wereldwijde moraliteit zou kunnen worden. Vooraf moeten we echter een belangrijke vraag beantwoorden. Dat is namelijk de kwestie van de overgang van zijn naar moeten, van feiten naar waarden en normen. Het is zo dat in vele filosofen, waarschijnlijk de meeste filosofen en ethici, de naturalistische drogrede aanhangen. Dat wil zeggen, zij geloven niet dat het mogelijk is om dan uit feiten waarden en normen af te leiden. De traditionele visies omtrent die relaties zijn natuurlijk bovennatuurlijke openbaringen of intuïtieve keuzes of gewoon cultureel afgeleide waarden en normen. In de evolutionaire benadering nemen wij een positie aan dat het wel mogelijk is om dan feiten naar waarden en normen over te gaan, tenminste wanneer je rekening houdt met het geheel van de omstandigheden waarin levende wezens gedijen. De fout die vele filosofen en ethici maken bij het handhaven van die naturalistische drogreden, is dat zij biologische feiten als statische fenomenen beschouwen. Terwijl in feite al wat met biologie te maken heeft, dus levende wezens, zijn eigenlijk altijd in een wordingsproces. Het zijn zeer kwetsbare homeostatische entiteiten die alleen maar hun bestaan danken aan de aanwezigheid van een aantal biologische en culturele programma's. Dus de menselijke biologie vereist eigenlijk een moeten, meer bepaald omdat, zoals ik vorige maal uiteenzette, de mens niet meer volledig genetisch geprogrammeerd is om een normale, volkomen ontogenetische ontwikkeling mogelijk te maken. In de populaire Engelse publicatie die we thans aan het voorbereiden zijn, hebben we wat wij vorige week genoemd hebben, dat de mens een biocultureel wezen is, omdat cultuur die hij geproduceerd heeft in de voorbije honderdduizenden jaren mede zijn hedendaagse biologie heeft gemaakt. Maar in dat nieuwe boek gaan we zelfs verder en zijn we wat stoutmoediger en stellen we dat de mens eigenlijk een bio-ethische natuur heeft, omdat de ethiek eigenlijk, de moraliteit, ook de biologie, de specifieke biologie van de mens heeft gemaakt. Natuurlijk is er morele variatie partieel mogelijk, maar belangrijk is dat een evolutieve benadering inderdaad vanuit een holistisch perspectief betrekt. Een probleem wat we vorige keer al hebben aangeraakt is namelijk dat er een probleem is van hoe motiveren we moreel gedrag. En u herinnert zich dat we gesteld hebben, ja, de godsdienstige benaderingen hebben het makkelijk. Zij doen beroep op een bovennatuurlijke macht die een bron van hoop is en een perspectief van een hiernamaals creëert. Wereldlijke benaderingen hebben het veel moeilijker, omdat er is geen aanwezigheid van een bovennatuurlijke macht. Waarop zij kunnen zich alleen maar steunen op wereldlijke feiten. Wat meebrengt dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben en geconfronteerd worden met het feit dat het individuele leven eindigt met de dood.
De evolutionaire benadering heeft als voordeel dat het de intragenerationele, het intragenerationele bewustzijnsniveau overstijgt. Nu gaat dus ik de vraag stellen waarom evolutionair onderbouwde ethische keuzes. Waarom volstaat het niet om beroep te doen op de biologie, vermits zoveel noden en behoeften van de mens biologisch bepaald zijn op individueel niveau, op sociaal niveau en transgenerationeel niveau? Wel nu, de evolutionaire benadering biedt de mogelijkheid via de vergelijkende analyse de biologische specificiteit van de mens te definiëren. Bovendien, de evolutie, althans van de hominiden, toont duidelijk een richting aan. Pas op, niet, dat is niet teleologisch bedoeld, waarmee ik bedoel dat er een soort intelligent design, een intelligent design zou bestaan. Nee, maar het is een feit dat de hominiden-evolutie een richting vertoont, wat de mogelijkheid biedt voor evolutionaire ethici om inderdaad die richting te extrapoleren naar de toekomst. Eventueel met beschouwing van verschillende varianten. Op dit plaatje zie je eigenlijk, zeer vereenvoudigd voorgesteld, welke evolutionaire toekomstmogelijkheden er zijn. Wij hebben een evolutie doorgemaakt naar ons huidig Homo sapiens sapiens niveau. En dan zijn er vier mogelijkheden. Wij kunnen een evolutieve uitsterving maken. Dat is niet ongewoon. En experten die daarover hebben onderzoek hebben gedaan, zijn van oordeel dat er een niet geringe kans bestaat dat de mens inderdaad, vooral door zijn eigen, dus antropogene ontwikkelingen, met uitsterving wordt bedreigd. Wij argumenteren in ons boek dat dit geen goed alternatief is. De enige biologische reden die we daarvoor kunnen aanhalen is in feite dat wij uitgerust zijn met een drang tot leven en overleven. Dat is het enige wat we tot hiertoe hebben kunnen bedenken. Het tweede alternatief, de evolutionaire regressie, dat is iets minder dramatisch dan de evolutionaire uitsterving. In een aantal opzichten maken wij reeds evolutionaire regressieve fenomenen mee. Wij hebben nog oorspieren, maar die oorspieren kunnen onze oren niet meer doen flapperen. Wij hebben nog een haarkleed, maar dat is heel sterk uitgedund. Er zijn zo verschillende kenmerken die inderdaad in de evolutie van de hominiden geregresseerd zijn. Met de ontwikkeling van de moderne cultuur zijn wij tal van ingrepen gaan bedenken, biomedische, therapeutische ingrepen, waardoor wij tal van mensen, ik zou durven zeggen zelfs de meerderheid van het aantal mensen dat bijvoorbeeld in deze zaal aanwezig is, laten overleven, ofschoon zij in pre-wetenschappelijke omstandigheden allang zouden zijn overleden. Dat brengt mee dat wij geconfronteerd worden met een contraselectieve selectiviteit. Dus die maakt dat wij inderdaad een zekere evolutionaire regressie meemaken. Wij argumenteren dat die regressie waarschijnlijk, die is nog maar zeer beperkt, maar dat die waarschijnlijk zal kunnen geneutraliseerd worden met de verdere ontwikkeling van de biomedische wetenschappen, meer bepaald de genetica en de demografie. Dus we hoeven ons daar niet te veel zorgen om te maken. Dit is waarschijnlijk een tijdelijk fenomeen. Het derde alternatief is de evolutionaire stabilisering. Dat wil zeggen, de mens moet op dit ogenblik op zijn huidig pijl blijven staan en het is niet aanvaardbaar, het is ongepast dat de mens zou proberen om zijn genepool, zijn genetisch patrimonium,
te verhogen. Dat is een vrij conservatief standpunt dat door de meeste instanties die zich met die materie bezighouden, wordt ondersteund wordt. Bijvoorbeeld de Raad van Europa heeft in zijn charter over de biomedische rechten gesteld dat de mens zich dat wij de moderne wetenschap niet moet proberen en niet mag proberen de genetische aanleg van de mensheid te verhogen. Evolutionaire stabilisering brengt niet mee, evenwel, dat wij niet moeten ingrijpen. Van zodra de moderne cultuur is begonnen met de mortaliteit te controleren, is er geen andere mogelijkheid dan dat wij ook de fertiliteit gaan controleren. Dus niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Dus die idee van stabiliseren, we hoeven niks te doen, is totaal fout. Stabilisering vergt inderdaad in de moderniteit ingrijpen. Ten slotte is er de evolutionaire vooruitgang, en dat is dus het standpunt wat wij verdedigen in ons boek. Dat is geen nieuw idee. Dat bestaat reeds vele decennia, maar we hebben gepoogd om dat nieuwe leven in te blazen, om met nieuwe argumenten deze stelling en dit alternatief te verdedigen. Evolutionaire vooruitgang lijkt voor ons de enige zinvolle oplossing voor een biologische en culturele toekomst. En er zijn twee mogelijke strategieën om een dergelijke vooruitgang te realiseren. De eerste is de traditionele strategie die wij kennen en die het succesverhaal is in de moderniteit, namelijk de verbetering van de fenotypische ontwikkeling, de ontwikkeling dus van het leven gedurende de ontogenetische, gedurende de levensloop, door middel van een hele reeks van milieubeïnvloedingen. Dergelijke invloeden natuurlijk hebben geen effect op de transmissie van kenmerken. Het Lamarckisme is tot zover nog altijd geen evolutionair systeem wat de biologie betreft. De tweede strategie is dat wij ook zouden proberen om de genetische aanleg van de mens, en dan meer bepaald specifiek menselijke kenmerken, te beïnvloeden. Wat zou betekenen dat wij even zouden evolueren naar wat wij noemen een volgende fase in de evolutie van de hominiden. Sorry, ik ga te vlug. Laten we eens even kijken naar de verhoging van fenotypische kenmerken. Dat is dus, ik zei dat, een successtory in de moderniteit. En dat is inderdaad een benaderingswijze die een universeel kenmerk is van de mensheid. Er zijn tal van systemen die wij ontwikkeld hebben om die fenotypes te ontwikkelen, harmonisch en optimaal te laten verlopen. Onderwijs, gezondheidszorg, arbeidsomstandigheden, vrije tijdsbesteding, sociale coöperatie, mondialisering, noem maar op. Recent is met de ontwikkeling van de zogenaamde transhumanistische beweging een nieuwe visie tot stand gekomen waarbij men zou proberen om naast deze klassieke beïnvloedingsfactoren ook via biotechnologische ingrepen de typisch menselijke fenotypische kenmerken te verhogen, te verbeteren. Uiteindelijk zou dat kunnen leiden tot de totstandkoming van wat sommige auteurs noemen cyborgs. Dat is een aspect wat we niet behandeld hebben in ons boek, maar dat cyborgs zijn dus organismen waarbij biotechnische elementen een groot deel uitmaken van het nieuwe menselijke fenotype. En waardoor dus een groot deel van de controlesysteem van het menselijk organisme zouden worden vervolledigd, ik zal niet zeggen overgenomen, maar worden vervolledigd door technologische, door niet-biologische elementen.
Wat de verbetering van de genetische aanleg, dat betekent dus inderdaad ingrepen die een effect hebben op de menselijke gene pool, daar zijn in de geschiedenis eigenlijk twee belangrijke bewegingen te onderkennen. De eerste is de zogenaamde eugenetische beweging, en ik heb het hier uiteraard over de wetenschappelijk gefundeerde eugenetische beweging, die een genetische verbetering van de fysieke, mentale en sociale vermogens van de menselijke soort probeert te realiseren, enerzijds via differentiële voortplanting, dus geboorteregeling, anderzijds via wijziging van de genetische aanleg. Wij blijven het woord eugenetica gebruiken, zij dat vele mensen daar omtrent aarzelen, omdat zij denken dat politieke regimes zoals het nazisme daar misbruik van gemaakt hebben en daar een slechte klank hebben aan gegeven. Ik moet u zeggen, wij hebben in ons boek een lange voetnoot gewijd aan die problematiek, omdat in tegenstelling tot wat vele mensen denken, de nazi's helemaal geen eugenetische politiek hebben gevoerd, maar in tegendeel een dysgenetische politiek hebben gevoerd. Door onder andere een deel van de intelligentia te laten emigreren of in concentratiekampen op te sluiten. En meer bepaald de Joodse bevolking te elimineren. De nazi's wisten zeer goed dat de Joodse bevolking in Duitsland intelligenter was en beter was opgeleid en rijker was. En dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom zij die christelijk traditionele manier van doen om de Joden als het woord ontsnapt mij op dit ogenblik. De tweede beweging is van meer recente datum, de transhumanistische beweging, zei dat er geen absoluut verschil is tussen de twee. De transhumanistische beweging wil op genetisch gebied hetzelfde als de eugenetische beweging, maar met een sterke beklemtoning, een veel sterke beklemtoning van biotechnologische interventie, in tegenstelling tot de eugenetische beweging die veel belang hechtte aan differentiële voortplanting. Dus de transhumanistische beweging wil eigenlijk een overtreffing van fysieke, intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden boven de huidige variabiliteit. De transhumanistische beweging onderscheidt in haar toekomstperspectieven twee vormen, de transhuman en de posthuman. En ik kan u dat misschien het best illustreren met dit plaatje. Voor de toekomstige evolutie en variabiliteit kunnen we de volgende groepen onderscheiden. Je hebt de Homo sapiens in het rood. Dat heeft dus een vrij brede variabiliteit. Het eugenetisch doel was om die variabiliteit op te schuiven naar de hogere groepen van de populatie. De transhuman, daar probeert men inderdaad de curve verder te verschuiven buiten het bereik, het variabiliteitsbereik van de huidige mens. Dat is een heel belangrijk verschil. En tenslotte heb je de posthuman. Dat is wat ik straks noemde de volgende fase in de hominimen evolutie. Hier is hij compleet buiten de huidige variabiliteit van de mens gezet. Maar de posthuman gaat eigenlijk niet alleen om in sterke mate hogere prestaties op intellectueel, emotioneel, sociaal gebied, maar ook de opname van nieuwe kenmerken. Tussen haakjes, ik moet even misschien nog verduidelijken, het begrip posthuman heeft in feite in de literatuur twee betekenissen. In de eerste plaats heb je de posthuman hier als volgend stadium in de menselijke evolutie. Maar er is een tendens die voorkomt uit de postmoderniteit, die de zogenaamde filosofische, het filosofisch posthumanisme, wat eigenlijk een kritische analyse maakt van het verlichtingshumanisme, naar mijn oordeel
ten dele of grotendeels onterecht. Maar zij menen dat het verlichtingshumanisme te sterk de klemtoon legt op de mens. En zij wensen dat te verruimen naar dieren, naar andere levende wezens en ook naar milieufactoren. De vraag nu waarom een voortgaand menswordingsproces, hominisatieproces. Ik denk dat er een goede historische reden is. Het historische hominisatieproces heeft geleid tot een duidelijk verbeterde adaptatie van de mens aan milieuomstandigheden en bovendien heeft geleid tot een verhoogde beheersing van natuurlijke levensprocessen. Dus wij als hypothese nemen wij aan dat de toekomstige bevordering van het hominisatieproces een verdere verhoging van adaptatie, dus een verdere verbetering van levenswelzijn, levensgeluk, zal in de hand werken. Een voortgaande menswording zal inderdaad ook een verschuiving mogelijk maken van natuurlijke, door cultureel gedreven evolutieprocessen. Wij zullen in dat systeem ook onze eigen verdere evolutie zelf kunnen bepalen. Ik citeer eventjes toch een heel befaamd bioloog, Julian Huxley, die aan de grondslag ligt trouwens van de formulering van het concept transhumanisme. Dat is in de jaren 50 gebeurd. Dat is dan in de jaren 90 door Moore en de hele transhumanistische beweging overgenomen. Maar de mens, zegt hij, is niet alleen zeer jong, hij is ook zeer onvolmaakt, een onvoltooid en vaak rommelig product van evolutionaire improvisatie. Het proces van hominisatie is zeer verre van volledig. Nu, een heel delicate kwestie in heel deze discussie is wie beslist over welke kenmerken we gaan proberen te verhogen, te verbeteren en iets meer. Het is heel duidelijk dat de eugenetische beweging en de meer bepaalde transhumanistische beweging individuele rechten en vrijheden in zaken morfologische keuzes, dat wil zeggen keuzes betreffende het eigen lichaam, en reproductieve beslissingen, dus keuzes omtrent verhogingen bij nakomelingen, dat die dat als primordiaal en niet bespreekbaar beschouwen. Dus bijvoorbeeld racistische of klassevooroordelen worden resoluut afgewezen. Dat kan je in alle publicaties terugvinden. Dit principe van individuele rechten en vrijheden stelt echter sommige problemen. Wat met verantwoordelijkheden tegenover zichzelf, tegenover nakomelingen, tegenover de gemeenschap? Hier zitten toch wel een aantal netere kwesties die moeten besproken worden en waar heel wat discussie en werk rond wordt gedaan. En dan, welke beslissingen en keuzes over welk soort kenmerken en eigenschappen? Er is in de eugenetische en transhumanistische beweging geen discussie over genetische aandoeningen. Men probeert de human gene pool te beschermen tegen beschadiging. Men probeert dus genetische aandoeningen inderdaad te voorkomen. Een ander probleem is, wat doen we met normale kenmerken? Intelligentie, energetische drang, fysieke prestatievermogens, seksuele prestatievermogens, liefde, empathie, noem maar op, tal van emotionele karakteristieken die heel belangrijk zijn voor het sociale leven. Wat doen we daarmee? Daar zijn de meningen vrij verschillend, zoals je onmiddellijk zult zien. En tenslotte zijn er natuurlijk asociale neigingen. Er is een realiteit, we hebben dat vorige maal ook besproken. Wij zitten nog met een variabiliteit in moreel gedrag. En er is inderdaad altijd een minderheid in een populatie die zich asociaal of antisociaal opstelt. Wat doen we daarmee en hoe gaan we dat aanpakken?
Ten slotte moeten er aan bepaalde keuzes geen grenzen worden gesteld. Kunnen wij bijvoorbeeld inderdaad, ik herinner me een discussie in de literatuur rond een echtpaar dat doof was en dat wilde absoluut een genetische keuze maken dat, zodat hun kinderen ook doof zouden zijn. Wij hebben dat in ons boek heel sterk betwist en geargumenteerd. Dat dit een keuze is die eigenlijk ten aanzien van de nakomelingschap amoraal of immoreel is. Maar onze visie is dat dergelijke aangelegenheden zeker een kwestie zijn van gemeenschapsbeslissingen. Het zal u niet verbazen dat er over het verhaal dat we tot hiertoe hebben gehouden, er heel duidelijk bioconservatieve tegenargumenten bestaan. Er is tegenstand tegen genetische ingrepen, meer bepaald tegen de verbetering of verhoging van normale kenmerken, gewoon intelligentie, emotionele karakteristieken, sociabiliteit enzovoort. In sommige gevallen zelfs wordt die tegenargumenten, die tegenstand gebruikt voor somatische ingrepen. Dus de transhumanistische bekommernissen om via biotechnische middelen de ontogenie van de mens te beïnvloeden, wordt soms door sommige auteurs ook bestreden. De tegenstanders zijn niet alleen religieuze apologeten, zoals u zou vermoeden, maar ook bij tal van wereldlijke gelovigen, sommige die zich politiek wat links situeren, sommige feministen, sommige ecologisten, zijn ook tegenstander van. Welke bezwaren haalt men aan? Er zijn tal van, we hebben ze hier in 6 categorieën gerangschikt, en we hebben ze in ons boek besproken en we hebben ze proberen te weerleggen. Er is eerst het bezwaar van de ondermijning van de menselijke waardigheid. Wij begrijpen niet hoe het mogelijk is dat er een daling zou zijn van menselijke waardigheid wanneer je de specifiek menselijke karakteristieken zou proberen te verhogen. Dat lijkt ons gewoonweg onlogisch. De verstoring van de goddelijke natuurlijke orde, uiteraard. Uiteraard is het zo dat de culturele beïnvloeding van genetische karakteristieken, specifiek menselijke karakteristieken, dat is inderdaad natuurlijk een verstoring van de natuurlijke orde. Wij willen in de evolutionaire ethiek die wil ingrijpen op het voortbestaan en de evolutie van de mens, inderdaad de natuurlijke selectie- en mutatiesystemen vervangen door cultureel gedreven biologische processen, zoals wij vorige maal hebben betoogd. Beschadiging van de menselijke soort, we hebben dat gevonden bij een aantal ecologisten, die inderdaad zeggen, de mens is niet slim genoeg en niet wijs genoeg om op zijn genetisch patrimonium in te grijpen, dus wees daar voorzichtig en zij zijn daar dus geen voorstander van. Verhoging van ongelijkheden, dat is een heel serieuze kwestie. Daar maken de bioconservatieven een punt waar heel veel aandacht moet aan besteed worden. Want het is niet onmogelijk dat wanneer men inderdaad op weg gaat naar een verhoging van fenotypes of genetische kenmerken, wanneer men dat via een marktsysteem zou ontwikkelen en niet via een sociaal beleid zou ontwikkelen, dat je inderdaad een verhoging zou kunnen krijgen ongelijk. De idee van een brave new world, waarbij je alfa, beta, gamma enzovoort mensjes zou krijgen, of de idee dat je een soort genetische genobility zou krijgen, dat is science fiction. De mensen die dat betogen, hebben geen kennis van een van de basiswetten uit de bevolkingsgenetica, namelijk de Hardy-Weinberg-wet. En in ons boek vindt u de uitleg daarover, ik ga niet op het technisch detail ingaan. Maar het is duidelijk dat individu en populatie in onderlinge interactie staan en dat door het systeem van
de scheiding van genen, allelen in genotypen bij de meiose en de recombinatie van genen en allelen bij de vorming van nieuwe individuen er op populatieschaal een interactie is. De populatie is bevolkingsgenetisch het constante element in de transgenerationele overerving. Een ander probleem wat je aantreft, tegenkanting, is de ontwaarding van mensen met een beperking. Daar hebben wij vrij sterk ook tegen geargumenteerd. Het is niet omdat je probeert om genetische aandoeningen te vermijden, dus dat je preventief ingrijpt, dat dit in tegenspraak zou zijn met de zorg die wij willen besteden aan mensen met een handicap, met een beperking en dies meer. Ten slotte, het uitlokken van conflicten tussen mensen en transhumans en posthumans. Dat is natuurlijk toekomstmuziek, maar men moet dat toch wel ernstig onder oog nemen, omdat onze geschiedenis heeft aangetoond, wanneer je dus evolutief naar de geschiedenis van de hominiden kijkt, dan is het inderdaad zo dat waarschijnlijk vroegere hominide stadia door de huidige mens, mede door de huidige mens zal ik zeggen, toch zijn verdwenen. Sorry. Een punt even, vele lezers of mensen zullen zich de vraag stellen, waarom is zo'n lange termijn doelstelling belangrijk voor korte termijn oogmerken? De argumenten tegen zijn, de trans- of posthumane fase is niet zo spoedig te vermachten. Dat is wat wij, in tegenstelling tot sommige transhumanisten, in ons boek betogen. Wees voorzichtig, onderschat niet de moeilijkheid om inderdaad op zeer complexe polygenetische bepaalde normale kenmerken zoals intelligentie en iets meer in te grijpen. Dat zal heel wat tijd vragen om een grondig inzicht te krijgen, niet alleen in een bepaald kenmerk, maar in de onderlinge afhankelijkheid van een bepaald kenmerk met tal van andere kenmerken. Er is natuurlijk de urgentie van de huidige mondiale uitdagingen waarvoor we staan. Die beide elementen zijn argumenten tegen. Maar er zijn ook argumenten voor. Het is belangrijk, ook voor korte termijn vraagstukken, om inderdaad de richting te zien waarin we willen bewegen of streven. En we mogen ook niet vergeten dat de evolutie eigenlijk overwegend bestaat uit vele kleine veranderingen die elk binnen korte termijn plaatsvinden. Tot mijn besluit, ik resumeer even, de zijn-moeten-overgang is ons inziens mogelijk. De evolutionaire benadering maakt een overstijging van het intragenerationele bewustzijnsniveau mogelijk. Voor de keuze van een evolutionaire toekomst lijkt een progressie ons de aangewezen procedure te zijn. Fenotypes, zowel als genetisch. De verantwoording voor de progressie, voor de vooruitgang, die vinden we in de verleden, in het verleden, hominisatieproces, met zijn adaptieve voordelen. En voor de toekomst een extrapolatie van die voordelen. Wat beslissingen betreft rechten en verantwoordelijkheden, daar moet men rekening houden met individu, gemeenschap en generatie. De bioconservatieve zwaren, die zijn er, die kan men weerleggen, maar men moet er toch ernstig aandacht aan besteden. En tenslotte, het belang van lange termijn doelstellingen voor korte oogmerken, dat is vanzelfsprekend. Ik heb een paar vragen voor de humanisten. Er is uit dit kernprobleem uit ons boek, zijn er een hele reeks vragen die aan de humanistische beweging moeten worden voorgelegd. Wat te doen met de zijn-moeten-controverse? Want dat is een controverse in de wetenschappelijke wereld.
Wat met een evolutionair gebaseerde ethiek? Daar bestaan ook verschillende visies. Evolutionaire ethici zijn allemaal akkoord dat het heel belangrijk is om inzicht te hebben in het evolutieproces, de verklaring van de moraliteit. Maar ik denk slechts een minderheid is van oordeel dat er ook een predictieve actie nodig is. Een lange termijnvisie, een holistische levensvisie, fenotypische of genotypische, of genetische verhoging, enhancement, wat met het transhumanisme en het beslissingsniveau, individu versus gemeenschap, een van de cruciale vraagtekens. Dank u, voorzitter. Dank je wel, Robert, voor je weerom doorwrochte inleiding. Ik zou even willen terugkoppelen naar de woorden van Huxley. Hè. Onze menswording is niet klaar, we zijn niet af. We zijn niet aangepast aan de uitdagingen van de 21ste eeuw. Want we zijn zowel genotypisch als fenotypisch, ja, een soort van rommelig amalgaam. Maar dan is de bedoeling natuurlijk dat we in functie van onze adaptieve noden, hè, als soort, hè, dat we dus een soort van orde brengen in deze wanorde. En dan zijn er drie wegen geschetst. De eugenetische weg, de transhumane weg en de posthumane weg. En uiteraard, iedere weg heeft argumenten pro, maar ook evengoed argumenten tegen. Hè. Maar ik zou nu heel graag aan Dominique het woord geven voor een eerste reactie op het betoog van Robert. En dat kunnen toevoegingen zijn, dat kunnen evengoed vragen zijn. Ja. Ik geef je graag het woord. Dank u wel. Een zeer inspirerende inkijk op evolutie van de mens. Als evolutionair bioloog kijk ik natuurlijk vanuit een ander perspectief naar de evolutie en evolutie van de mens en dan meer de natuurlijke mechanismen die op individuen, populaties, gene pool, anatomische aanpassingen, gedragsmatige aanpassingen die ervoor zorgen dat ergens een evolutionair voordeel biedt. De keren dat er links worden gemaakt met evolutie en dat er wordt gesteld van, kijk, als hominiden of als mensensoort, wij zouden moeten kunnen evolueren naar een verbeterde soort, als ik het zo even mag noemen. Dan stel ik mij wel meerdere vragen bij. De analogie wordt gemaakt met evolutie, met biologische evolutie. In hoeverre klopt die analogie wel in alles wat hierin betrokken wordt? Ik neem nu bijvoorbeeld de quote van Julian Huxley. De mens van evolutie is onvolmaakt. Mijn reactie of mijn interpretatie daarvan is, ja, tuurlijk, want dat geldt voor elk organisme die geëvolueerd is. Er is geen één organisme die volmaakt is of waar dat de evolutie volledig is, want dan kan je de vraag stellen van, ja, maar wanneer is evolutie volledig? Evolutie is een continu proces en je zou kunnen zeggen van, kijk, eens dat de omgeving volledig stabiel is geworden, dan is de evolutie volledig. Maar ook daar, er is dikwijls een misperceptie van, alsof dat evolutie streeft naar perfectie, in de zin van perfect aangepast zijn aan een omgeving. Nee, evolutie, als ik nu even evolutie zou vertalen naar een iemand die daarover nadenkt, die gaat zeggen van, nee, goed, net genoeg om te overleven en u voor te planten is goed genoeg. Dat hoeft niet beter te zijn dan dat. En dus, vandaar dat ik het soms moeilijker had om die directe link te gaan maken met biologische evolutie en kunnen die analogie wel doortrekken hier in de idee of de gedachte die erachter zit van, als mensensoort moeten, kunnen wij naar iets evolueren en kunnen we daarbij terugvallen op diezelfde natuurlijke processen die onze voorgeschiedenis in de evolutie heeft bepaald. Ik had het hier ergens nog opgeschreven. Er was gezegd van, ja, de mens evolueert historisch in een bepaalde richting en dus dat kan informatief zijn om te kijken van, kijk, dat is de richting dat we verder moeten gaan. Maar als je eigenlijk kijkt naar de evolutie van de mens, dat is niet zo één richting geweest. Dat was eerst zo, maar dan veranderde de omgeving, dan is het in een andere richting geweest. Dan veranderde de omgeving, dan is het weer in een andere richting geweest. Dus dan stel ik mij de vraag, hè, dat was hier, dat je sprak van extrapolatie naar de toekomst.
Maar dan stel ik mij de vraag, maar wat is dan de richting die gehanteerd moet worden als je naar de toekomst wil gaan? Want er zijn verschillende richtingen geweest. Er is niet zo één richting geweest. En daar denk ik dat het moeilijk en gevaarlijk wordt om te gaan denken, dit is de optimale situatie waar we dan met onze evolutie, zij het met biotechnologische technieken, al dan niet, in hoeverre dat over heel de lijn verantwoordbaar zou zijn of niet, nu even nog buiten beschouwing, maar alleen al weten van, ja, maar kunnen wij wel inschatten in welke richting dat wij zouden moeten gaan, willen we nog een natuurlijk evoluerende soort zijn? Want uiteindelijk, als je zegt, hè, we gaan biotechnieken gebruiken om problemen van gezondheid op te lossen, dan spreek je eigenlijk niet van evolutie van de Homo sapiens soort, maar dan spreek je eigenlijk van domesticatie van de Homo sapiens soort. Ja, juist. En vandaar dat ik de link met natuurlijke evolutie niet altijd zo vlotjes kan maken. Ik begrijp de gedachtegang wel, maar er zijn mechanismen in evolutie die wel sterk afwijken van hoe dat je dit plaatje hier daar zou kunnen aan koppelen. Wacht, wat had ik hier nog opgeschreven dat misschien relevant is? Ja, ook met evolutie stabiliseert en evolutie zorgt voor vooruitgang. Daar ook een beetje analoog. In natuurlijke selectie heb je zowel directionele selectie, dat is dan altijd beter en groter en sterker en dikker en smaller en weet ik wat. Maar heb je evengoed stabiliserende selectie. En stabiliserend is daar beter dan toch nog proberen verder gaan. Hè. Geboortegewicht is daar een voorbeeld van. Ja. Word je te geboren als je te dik of te groot bent als baby, dan is je overlevingskans lager. Heb je te weinig geboortegewicht, is het ook lager. Dus stabiliserend hoeft niet noodzakelijk als negatief te worden gezien in mijn ogen. Ja, de bedenking die ik mij ook maakte, hè, met dus het potentieel van tegenwoordig de biotechnologische technieken, hè, CRISPR-Cas en zo, is daar één van. Daar zit enorm potentieel in om heel wat genetische problemen op te lossen. Maar als je dat verder zou willen doortrekken, en ik bekijk het dan nu terug weer even vanuit de evolutie van onze soort, dan als je een aantal zaken gaat in de genetische of in de gene pool van de mens wegnemen, omdat je dat biotechnologisch wegknipt, want dat is niet zo goed, dan verarm je ook wel die gene pool. En dan creëer je potentieel een hele hoop nieuwe problemen, omdat je met een verarmde gene pool zit. Kijk naar coronavirus. Het is dikwijls door die variabiliteit dat de ene persoon er totaal geen last van heeft en een andere persoon daar doodziek van wordt. Dus ik denk altijd, je moet heel voorzichtig zijn en dan stel ik mij de vraag, weten we daar al genoeg van om te kunnen zeggen, daarin mogen we genetisch iets doen en daar niet. Hè? Want je hebt ook heel veel gekoppelde genetische effecten. Het zou perfect kunnen zijn dat je zegt, we gaan daar proberen een oplossing zoeken voor een probleem door daar genetisch iets aan te doen. Maar dat zonder dat men het beseft, daarmee iets anders dat daar genetisch aan gekoppeld wordt, mee aan het selecteren was, die misschien op latere termijn voor problemen zorgt. En dan stel ik mij vooral ook de vraag, hè, de verbetering van de fenotypische ontwikkeling. Wat is verbeteren? Hè? Wanneer is het beter? Welke prioriteiten ga je stellen om te zeggen wat is beter? En wie gaat het bepalen? Wie is degene die daar zo neutraal en zo buiten staat, die gaat kunnen bepalen, ongeacht culturele achtergrond, ongeacht individuele karaktertrekken, ongeacht intelligentieniveau, ongeacht sociaal-economische toestand, wie gaat daar kunnen de criteria naar voorschrijven waarvan je zegt, dit zou de verantwoorde selectiepunten zijn of zwaartepunten zijn waarop dat je dan zou kunnen genetisch gaan ingrijpen. Dat waren zo'n beetje mijn belangrijkste. Heel erg bedankt, Dominique, voor je toevoegingen. Ik zou onmiddellijk een bijvraag willen stellen, een kwestie van het debat op gang te brengen. En het is een vraag die me bezighoudt in de context van het Human 2-project en die lijkt me zeer belangrijk te zijn. Als we zeggen, oké, verder evolueren in de richting van menswording, ja, dat veronderstelt inderdaad een richting. En een richting veronderstelt uiteraard ook een waarde die vooropgesteld wordt. En dan is de vraag natuurlijk, en daar hebben we tot nu toe nog niet over gehad, als we het dan toch hebben over een universeel humanisme dat ons helpt om te evolueren in die bepaalde richting, in de richting van die bepaalde waarden, wat zou dan die waarde kunnen zijn
die alles overkoepelende waar, die richting geeft aan ons menswordingsproces. Genotypisch, fenotypisch. En dan kijk ik uiteraard even in de richting van Robert Dragana, maar eventueel ook onze human designers. Hè. Wens u dat ik reageer? Ja, alsjeblieft. Ja. Ja, heel graag. Nee, vooraf, ik ben zeer blij met de commentaren die u gemaakt hebt, want die gaat u allemaal in ons boek vinden. Ziet u. U gaat trouwens merken dat wanneer wij dit plaatje hebben laten zien, dit, dat wij overal duidelijk een variatie hebben. Dat is bewust bedoeld. Een groot gevaar, een van de grote gevaren is dat wij zouden streven naar een eenvormige mensheid. Dus u gaat in al de geschriften van de transhumanisten en de eugenetici aantreffen dat men een variabiliteit tussen en binnen kenmerken moet houden. Wat ook een waar ook op gewezen hebt, wat de biotechnische ingrepen betreft, daar gaat men inderdaad zeer voorzichtig en geleidelijk aan. En in de sommige transhumanisten inderdaad zijn te optimistisch. Hè. Kurzweil die stelt de singularity is near. De evolutie van de Homo erectus naar de Homo sapiens heeft duizenden generaties gevraagd. Nu denkt hij dat in enkele generaties wij de volgende stap zullen kunnen zetten. Wij zijn niet zo optimistisch. Wij denken dat een volgende stap moet gezet worden en voordelen zal hebben voor de hominiden, maar dat het zeer geleidelijk en mits veel onderzoek en zorgvuldig overweging. Dus daar zijn we het volledig over eens. Een andere vraag die mij u stelde, wie gaat beslissen? Uiteindelijk gaat u vinden in ons boek dat, en ik heb het waarschijnlijk onvoldoende beklemtoond, maar het staat ergens in een van onze dia's. Het is uiteindelijk de gemeenschap die moet beslissen. Het is uiteindelijk na overleg, uiteraard met deskundige mensen, maar met de bevolking als geheel ook. En wat typisch is, veel van deze problemen hier worden in de wetenschappelijke wereld bediscuteerd. Maar als je onderzoek doet, en Dragana en ik, wij zijn populatieonderzoekers, hè, we hebben dus in ons leven tal van enquêtes gedaan en dus ook andere enquêtes bekeken. Als je mensen gaat ondervragen hoe ze de toekomst van hun kinderen zien en de keuze, dan is het heel duidelijk dat ze heel eugenetisch reageren. Verbazingwekkend. Tegen de zin in van tal van bioconservatieven enzovoort. Mensen willen kinderen hebben die gezond zijn, die al hun vingers hebben, die enzovoort. Dus dat is een bijzonder grote zorg. Dus onze benadering is vanuit een populatieoogpunt niet zo vreemd. Zij is vanuit theologen en filosofen en ethisch oogpunt misschien inderdaad vreemd, omdat het één element is, één bepaalde benadering is en dat er verschillende visies zijn. Maar op populatieniveau is dat veel minder het geval. Mensen zijn zeer bezorgd om elementen van gezondheid en dies meer. En we zien dat ook, één keer als biotechnische middelen beschikbaar komen, van controle, van dat inderdaad genetische aandoeningen naar beneden gaan. Huh? Bijvoorbeeld, er is een storm van verontwaardiging opgegaan toen is gebleken dat het screeningbeleid in Denemarken ten aanzien van Down-syndroom tot resultaat hebben dat in 2030 Denemarken Downs-vrij zal zijn. En dat heeft een verontwaardiging, ongelooflijk. Maar dat is de realiteit. Als mensen de keuze krijgen, en we zien dat voor alle genetische aandoeningen waarvoor een screening plaatsvindt, de aandoeningen dalen. Zie je? En het is ook zo dat op fenotypisch gebied natuurlijk, dat kennen we wel, ik heb dat straks gezegd, wat we doen, fenotypische zorg, dat is de successtory van de moderne cultuur. Maar met inderdaad de problemen van wijziging van de selectieprocessen, contraselectieprocessen,
En een van de elementen die we ook in ons boek hebben behandeld is dat wij er zullen moeten voor zorgen, ondanks al die mogelijkheden van biotechnische ingrepen en toekomstige cyborgs, zullen we moeten zorgen dat wij blijven vasthouden aan een gene pool die zelfs in zou kunnen overleven wanneer de moderne cultuur zou verstoord worden door een catastrofe of een cataclysme. Want anders zou het compleet gedaan zijn. Ziet u, dus er zijn tal van, maar die liggen volkomen in de lijn van uw bedenking. Ik ben er heel, heel blij mee eigenlijk, ja. Dragana, ik geef jou heel graag het woord voor een eerste reactie. Yeah, thank you very much. I would like to build on Dominique's one of the key questions, and that is who decides. Robert partly addressed that, but I think we really pass from this layer of individual motivation to issues of governance. And one of the key challenges today is that modern technology has opened the world of possibilities, and not all the possibilities are desirable. Just because something is possible doesn't justify it. And we are really struggling to find a balance. Now, I always like to link the long-term processes with some positives today, because if we look at the value of science today, it is extremely important how do we do science today. And ethics and in research and governance of ethics in research has actually been given an enormous boost in Europe, first of all at the level of the European Union, with very precise and high standards of ethics in research. And since Robert mentioned it, I would like to be very specific as to research not eligible for funding. And that includes research activities directed at human cloning for reproductive purposes. Research activities intended to modify the genetic makeup of human beings that could make such changes heritable. Research activities to create human embryos solely for the purposes of research. Research that leads to the destruction of human embryos. Now, there is an agreement, and these standards are being applied at the level of all the research that is funded at the European Union level. There are several aspects, of course. One is that it is possible to apply these standards on publicly funded research, but we have an enormous amount of research that is privately funded and also in other countries of the world that do not apply these standards. There are those who opposed the prohibition, or at least the prohibition to fund such research, saying that Europe is going to lag behind in innovation with respect to countries that allow research in those areas. And that is probably true. I think that what we tried also to pass as a message is the importance of this pace. Changes are occurring so quickly that at the moment it is better to freeze research in these areas simply because we still do not have institutions of governance. We do not have who is going to be responsible. And until we figure out and set up institutions of governance with all sorts of ethics bodies, and you have an excellent example in Belgium with euthanasia and all the institutions and procedures and processes that entail. And that kind of a process, procedure and responsibility and governance
will be made, but it requires time. So this is not about merely being pro or against something. It is we are in a position to be able to make choices, and those choices we need to be also aware of different possibilities. I will just wrap up because we used several times the term extrapolation. Extrapolation is the lowest level of value of forward thinking. What we do when we do serious scientific scenarios, and that is at least to look at the expected future, for which we have a lot of elements, scientific knowledge that we can put in. We look at possible future, which always has a lot of positives and negatives and choices to be made. And then there is usually a third scenario which relates to the desirable future. And I think that as humanists here, we are principally talking about possibilities of thinking at various levels and also being forward-looking in the sense of what do we actually desire for our future. Thanks. Dankjewel, Dragana. Eigenlijk pleit je zoals steeds voor een overheid die optreedt als regulator en die eventueel dan vanuit ethische principes dan kan gaan stimuleren, maar evengoed kan vertragen of onderzoek kan vertragen in functie van check and balances die moeten ingevoegd worden om te kijken is dit nog altijd wel een wenselijke toekomst, in welke richting dat we aan het werken zijn. En je praat dan ook over projecties op een mogelijke en dan een wenselijke toekomst voor de mensheid. En ook daar heeft de overheid een regulerende rol te spelen. Nu, Clara heeft met teken gedaan dat we over de helft van onze tijd zijn, spijtig genoeg. De tijd vliegt nu al. Ja. Ik stel voor dat we 5 minuten in pauze gaan en dan geven we onmiddellijk het woord aan onze 3 human designers die uiteraard vragen zullen voorleggen aan Dragana Robert en ook Dominique. Tot binnen een vijftal minuten. We gaan van start met deel 2 van het debat. Ja, ja. De omgeving is gewoon helemaal anders. Ja, en wij zijn... Ik zou die vraag stellen, maar ondertussen werd je bekend. Goed, goedenavond iedereen voor de tweede maal. We gaan van start met het tweede deel van het debat. Wacht nog even op Dragana. Oké, onze 3 vrijwilligers, onze 3 human designers hebben zich ook verdiept in de materie, in de presentatie van Robert. En zij hebben zoals steeds een aantal vragen voorbereid. En ik geef nu heel graag het woord aan Aline. Hè. Zij zal als eerste haar vragen afvuren op onze academische expert. Nu beter? Ja, oké. Ik heb eigenlijk 2 vragen voor de experten. Hoe kunnen we vermijden dat de eugenetica de bestaande ongelijkheden op basis van inkomen, afkomst, gender en dergelijke meer vergroot? En wat met de kiembaanmodificaties zijn die wel wenselijk gezien de risico's voor de genetische toekomst van de menselijke soort? En dan een andere vraag, heel andere vraag. Trans en posthumans als volgende stadia in de evolutie van de menselijke soort is niet meteen voor morgen. Wat doen we inmiddels tegen moreel maladaptief gedrag en zal dat volstaan? Aan jullie het woord. Ja, 3 technische, redelijk complexe vragen, maar uiteraard heel terecht. Robert, Dominique, Dragana. Mag ik heb die derde vraag hier voor mij. Mag ik daar eerst op antwoorden? Volledig eens met uw constatering. Trans en posthumans, dat is niet voor vandaag. Dat is iets wat we op iets langere termijn moeten zien. En wij zitten dus inderdaad onmiddellijk met zeer serieuze problemen.
die moreel adaptief zijn in de moderniteit. Dat is absoluut juist. En ik denk dus, en dat hebben wij proberen ook in ons boek, dus sterk te beklemtonen op verschillende plaatsen, dat we een veel grotere inzet gaan moeten geven aan een sociale moraal. Dus aan die zich ook op kleine schaal manifesteert. Ziet u? We hebben dat, geloof ik, in de eerste sessie hebben we die dingen besproken over de relatie tussen individu en populatie. Maar ik denk dat, en vorige maal is Christine Pond is daar ook op teruggekomen met de noodzaak om een emancipatief of, hoe heeft hij het genoemd, leiderschap te hebben. Inclusief leiderschap. Inclusief leiderschap. En we waren er net daarover aan het praten dat inderdaad in de moderne cultuur de morele verantwoordelijkheid van leiderschap veel groter wordt dan ooit tevoren. Maar we constateren dat het leiderschap in zijn geheel, in het algemeen, onvoldoende is, moreel is gemotiveerd om inderdaad de ruimere context van de populatie of de menselijke soort in acht te nemen. Dus een meer sociaal gerichte moraal, hè? Dat is hetgeen absoluut. Maar ook niet alleen op macroschaal, maar ook op microschaal. Ja. Dus wij via alle mogelijke kanalen moeten wij dus een veel grotere inspanning leveren om inderdaad de socialisatie en de coöperatie, de socialiteit te bevorderen. Omdat dat de weg is voor een verdere toekomst. En zeker ook als we naar als u de transhumanistische literatuur leest, dan stellen ze inderdaad ook dat moraliteit voor de toekomst, morele verbetering, bijna een conditie is voor verdere intellectuele of emotionele verbetering. Ja. Ziet u? Ja. Maar dan hoor ik je heel voorzichtig zeggen, Robert, dat we de samenleving beetje bij beetje zouden moeten kunnen duwen in de richting van meer coöperatie. Meer samenwerking. Ja, absoluut. Ja, okay. Maar op verschillende niveaus. Op alle mogelijke niveaus. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik kijk nu heel voorzichtig in de richting van Dominique en Dragana. Als bioloog en evolutionair bioloog stel ik mij dan eerder de vraag, hè, als die transhumane en posthumane trend of doelstelling verwezenlijkt moet worden door biotechnologische bijsturing van wat er in een populatie is, dan zie ik nog niet direct hoe de link moet gezien worden met moreel maladaptief gedrag. In die zin moet ik er dan vanuit gaan dat dat moreel gedrag, of dat het nu adaptief of maladaptief is, dat volledig genetisch gedetermineerd ligt, ongeacht de omgeving. En met als gevolg dat je dat biotechnisch kan gaan zeggen van kijk, we doen dat gen eruit en vanaf nu is iedereen sociaal, moraal, adaptief zich gedragend. Dus ik zie voorlopig de link nog niet van hoe dat je de garantie kan hebben of zelfs daar kan naar streven door biotechnisch te gaan ingrijpen en wat het effect gaat zijn om moreel maladaptief gedrag uit een populatie te krijgen. Oké. Okay. Ja, ik heb nog wel een vraag die ik graag zou stellen, maar ik ga heel graag eerst het woord geven aan Dragana. Just a very brief reflection on maladaptive behavior, because in our thinking, we are more focused on mechanisms than on a particular situations. And if we look at maladaptive behaviors today, they have a lot to do with a lack of sufficient thinking through of mechanisms of competition and cooperation, because we need both, except that we have in maladaptive societies when competition takes over and leaves very little space for cooperation. Another mechanism which is inbuilt, and it's an evolutionary mechanism, and that is in-group, out-group syndrome. And I think that we are living today
on daily basis with examples of our ethical standards that apply to in-groups, but not necessarily to out-groups, not to others. And there are markers of group identity that also are drivers of maladaptive behavior today. So it's a dynamic interrelationship, both in segments of time, but then, you know, the perspective of long term. And I'm sure that, you know, maladaptive is going to be with us, simply because I think Robert was also explaining the Red Queen syndrome, and that we will have to continue running in order to stay in the same place. Always, I think that's part of our story. Dankjewel, Dragana. Ik kijk even in de richting van Aline. Wel, voldoen deze antwoorden? Of is er hier nog iets nog niet duidelijk? Dan zou ik zeggen, stel een bijvraag, alsjeblieft. Zeker, de antwoorden zijn duidelijk, vind ik. Interessante antwoorden. Het enige waar dat ik nog even wat op doorvragen is het hele sociale aspect, hè, van de wijzigingen aanbrengen in de genetische erfgoed, zeg maar, van de mens. Hoe dat we kunnen gaan vermijden dat dat sociale ongelijkheden vergroot. Okay. Ja, ik denk dat ik dat reeds gezegd heb, dat wij problemen gaan krijgen wanneer we een marktbenadering in plaats van een sociaal beleidsbenadering hanteren. Dus er is een gevaar met die nieuwe technieken en zo. En we zien in de geschiedenis trouwens dat telkenmaal dat een innovatie wordt ingevoerd, dat die eerst wordt gebruikt door mensen die meer welstellend zijn, beter geïnformeerd zijn, een hogere educatie hebben enzovoort. En het is pas later dat die door sociaal beleid dan voor iedereen ter beschikking wordt gesteld. Maar in de transhumanistische literatuur die we vandaag kennen, wordt heel sterk de klemtoon gelegd op het feit dat de innovaties die men zou creëren ter beschikking moeten komen van de hele bevolking. En dat zelf bepaalde innovaties inderdaad in de eerste plaats moeten ontwikkeld worden ter bestrijding van de genetische aandoeningen en dies meer. En daar is dus er is een zeer sterk sociaal bewustzijn bij de eugenetici en bij de transhumanisten. Of schoon dat niet altijd zo gezien wordt. Men denkt dat mensen zijn die elitaire ontwikkelingen willen, maar dat is science fiction. Wanneer je de literatuur leest, dan blijkt een heel ander beeld. Wat niet betekent dat het niet anders zou kunnen uitdraaien als wij niet de juiste politiek voeren. Maar de problemen zijn niet van technologische aard, ze zijn van morele aard. En daar moet dan de overheid weer optreden als regulator waarschijnlijk. Precies. Oké, prima. Dankjewel. Dargana, wil jij nog even reageren? Of nee? Nee. Oké, maar dan geef ik heel graag het woord aan Max. Dank u wel. Ik hoef absoluut niet overtuigd te worden van het feit dat het humanisme of de ethiek van de toekomst gebaseerd zal moeten zijn op evolutionaire psychologie en de biologische basis van de mens. Dat is absoluut het probleem niet. Nu ook transhumanisme, dat zal ook wel in orde komen. Maar toen er gesproken werd over weliswaar de verre toekomst, over eugenetica, dan gingen er toch een paar vraagtekens opduiken bij mij. Ik heb het gevoel dat daar zeer, zeer weinig marge voor vergissingen is. Als je begint in te grijpen in de genetica. En in het boek bijvoorbeeld, en ook in uw betoog, Robert, hebt u het zeer dikwijls over verbeteren. En de vraag is al opgedoken, hè, wie bepaalt dat dan? Tot daartoe, dan zou je nog kunnen zeggen, via heel kleine stapjes, via dialoog, via de democratische overeenkomst enzovoort. Maar wat is beter? Weten we dat? Is dat weetbaar? En als het over gezondheid gaat, dan zal dat nogal meevallen.
Meer gezondheid is beter dan minder gezondheid. Maar van zodra je er ook maar een beetje... We hebben het voorbeeld gekregen van die gehoorgestoorde kinderen. Of die doofgestikte kinderen. Een ander probleem. Wat we nu beter vinden, zullen we dat in de toekomst ook beter vinden. Wat we nu beter vinden, zal dat ook beter zijn als de omstandigheden veranderen. Enfin, het laat zich voorspellen dat we het er allemaal niet over eens zullen geraken. En naar mijn gevoel wordt daar vrij vlotjes overheen gestapt. Want het wordt niet ontkend dat er problemen zullen komen. En het wordt ook niet ontkend dat er valkuilen zijn. Maar ik vind, de antwoorden zijn, voel ik toch aan als vrij theoretisch en vrij abstract. Er is ook al verwezen naar de nazi's met het misbruik van de eugenetica. Daar hebben ze een beetje hetzelfde mee gedaan als met Darwinisme. Dat hebben ze ook misuitgelegd eigenlijk en misbruikt. Met gevolg dat zowel het Darwinisme als de eugenetica een slechte naam gekregen hebben. Ik heb een beetje een probleem als de wetenschap zegt er zou dit of dat moeten gebeuren of de mensen zouden dit of dat moeten doen. Dat is nu juist het probleem. Mensen doen niet dit of dat, omdat we hen dat zeggen en zelfs niet als we hen uitleggen waarom dat het beter zou zijn. Alsjeblieft. Wie wil daarop in? Ja, doe maar eerst. Hoe moet ik dat... Uw vragen zijn pertinent. Ik kan niet anders zeggen dat onderschrijven. En we proberen daar inderdaad... mechanismen en redeneringen voor te vinden om de misbruiken die zouden kunnen plaatsvinden op te vangen of te vermijden. Dus ik kan alleen maar zeggen, ik ben het eens met u en we moeten dus heel voorzichtig zijn, geleidelijk gaan, variatie behouden, zoals ik al zei, omdat inderdaad omstandigheden kunnen veranderen, zodat we ons tijdig ook kunnen aanpassen. En wat ook in verband met dus keuze die moeten gemaakt worden, heel belangrijk is dat wij voor ogen houden dat we het over de menselijke soort hebben of over de populatie hebben. De populatiedimensie is in de vele discussies rond die materies, wordt altijd buiten beschouwing gelaten. En we zijn geëvolueerd naar een cultuur waarin individualisme en individuele benaderingen, individuele vrijheid, individuele rechten. Maar het pendant daarvan, verantwoordelijkheden op individueel, op gemeenschaps, op reproductief gedrag, worden vaak achterna gelaten. En ik herinner me, ik weet niet of ik het op een vorige vergadering gezegd heb, maar toen ik dus lid was van de bevolkingscommissie in de Verenigde Naties, ter voorbereiding van de wereldbevolkingsconferenties, dan heb ik het in bepaalde vergaderingen moeilijk gehad om naast de eisen die men stelde rond individual rights, sexual rights, reproductive rights enzovoort, telkens ook het woord responsibility aan toe te voegen. Omdat men inderdaad onvoldoende de populatiedimensie in de gaten had. Men was geobsedeerd door individual rights. En ik denk dat de populatie rights en populatieverantwoordelijkheden belangrijker zijn. Maar ik ben natuurlijk een populatiewetenschapper. Hè? Mijn onderwerp van studie, ik ben antropoloog, is de menselijke soort. Dus ik kijk altijd naar die menselijke soort als geheel. En ik denk dat daar goede wetenschappelijke argumenten voor bestaan. Omdat een evolutie gebeurt via een soort. Evolutie gebeurt niet via individuen. Pas op, individuen kunnen niet evolueren. Het zijn maar alleen populaties die kunnen evolueren. Via veranderingen die zich inderdaad op individueel niveau voordoen. En die moeten dan via selectie verruimd worden, verspreid worden enzovoort. Dankjewel, Robert. Dominique? Er zijn eigenlijk drie punten dat u aanhaalde die ik volledig terecht vind. Ten eerste, het beter. Hoe gaan we meten wanneer het beter is? Als je dat vanuit evolutionair standpunt bekijkt, dan is het alleen beter als uw fitness hoger wordt. Dat wil dus zeggen, als je meer en gezondere nakomelingen krijgt.
Dan stel ik mij de vraag, willen we daar wel naartoe in een populatieproblematiek waar dat we de dag van vandaag zitten, van nog meer mensen op de wereld zetten? Dus wat is dan beter als maatstaaf? Hè? Hoe ga je meten of dat je beter aan het doen bent dan daarvoor? Het tweede aspect was, je zei van ja, wat nu goed is, is misschien later niet goed. Ja, ik denk dat dat ondertussen ook wel al aangetoond is. En het heeft een beetje te maken met het derde punt dat u aanhaalde. De toekomst is eigenlijk moeilijk voorspelbaar. Want van zodra dat je iets doet dat ingrijpt op die populatie, en zeker als het gaat over de mens, die eigenlijk door mens te zijn als populatie zijn eigen omgeving bepaalt, wat voor veel andere organismen niet het geval is, dan van zodra dat je eigenlijk ingrijpt, verander je al de toekomst. Dus dan kunt u afvragen van hoe kunnen wij nu de toekomst voorspellen, waar dat je een beetje van uitgaat. De toekomst zal er zo uitzien als alles blijft zoals het is. Maar van het moment dat je ingrijpt, verander je. Het is een beetje het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Van het moment dat je kijkt, is het al anders. En dus daar een beetje aan gekoppeld. Ja, wat nu goed is, gaat dat later nog goed zijn? Ik denk dat dat zeer moeilijk te voorspellen is. Daar zijn ook voorbeeldjes uit onze eigen evolutie. Maar als je dan vroeger buiten nu kijkt. Wij hebben Neandertaler-genen in ons, genetische varianten, die nu voor allerlei ziektes, diabetes, bloedstollingsproblemen, immuunziektes, noem het maar op, dat je afvraagt van, en die blijken dan nog positief geselecteerd te zijn, dan denk je van, ja, waarom is dat nu geselecteerd geweest als ze zo nadelig waren? Ja, wel, die zijn nu niet handig, maar die waren in de tijd en in de omgeving dat Neandertalers moesten overleven, waren die adaptief. Maar die zijn ondertussen in een technologische maatschappij waar je maar naar je frigo moet lopen om daar iets gigantisch calorierijk uit te gaan halen, zonder dat je 3 calorieën verbruikt hebt om het te gaan bemachtigen, zijn die genen maladaptief geworden. Dus een beetje in die context van, ja, als je ingrijpt, weet je dat je toekomst al verandert zonder dat je het misschien kunt voorspellen. Hoe kan je dan al weten wat je veranderd hebt, gaat dan in de toekomst nog altijd een voordeel zijn. En dat vind ik heel veel ifs in het hele verhaal, waar dat, als je dat zou willen implementeren, denk ik voor heel veel uitdagingen en heel veel grijze zones gaat zorgen. Maar ik even iets... Uiteraard, Robert. Je vermeldde daarnet de inclusive fitness. Hè? Ik wil maar gewoon zeggen dat dit een onderwerp is, een zeer belangrijke kwestie is, die we over 2 weken uitvoerig in onze laatste uiteenzetting zullen behandelen. Want dat is inderdaad kwantiteit en kwaliteit, adaptie en maladaptatie. Dat is een essentiële aangelegenheid. En wij zitten daarmee op dit ogenblik op wereldschaal tot over onze oren met wat problemen. Dragana. We are getting such important questions. Max, you really hit the center. And that is, what is the meaning of bettering? And what does it mean to be better? And unfortunately, that question begs another question, and that is, what do we value? Because our understanding of what is better depends on what we value most. And the easy part, you already mentioned it. We all want to live a longer and healthier life. And since many years, we don't measure progress so much with the longevity, but by disability-free years at high age. So we are. That's the easy part at the individual level. The trickier part are also the way that our motivation and our values are being formed by society. And it's an old question. In the 50s already, especially United States, we had Eric Fromm with his famous book, Having or Being. So this danger of over-consuming, of valuing, possessing more than living, it's been on the table for decades and decades. But unfortunately, we are in that maladaptive, over-consumeristic society. That is something that we know is unsustainable, and therefore, even without
putting a particular moral value on the future. There is something that entails our responsibility today, and that is to try not to move in the direction which we know would be a doomsday for human species. So there are several perspectives, I think, to the question. Most pertinent one. Thanks. Dank je. Ja, Dominique, alsjeblieft. Eén ding wat ik een beetje mis hier, een beetje aansluiten op wat je nu zegt, hè, wat kunnen we doen om doomsday te vermijden? Dan stel ik mij de vraag, moeten we dan niet bijvoorbeeld eerst al de klimaatproblematiek oplossen, vooraleer dat we genetisch gaan de menselijke populatie gaan verbeteren? Want allee, dan is het zo'n beetje van, oké, we negeren eigenlijk de problemen, maar we gaan symptoombestrijding doen. Eerder dan dat je gaat naar de oorzaak van het probleem. Want ik denk, als je overbevolking, als je voedseltransport van waar het moet zijn, als je biodiversiteitscrisis kan oplossen, als je klimaatopwarming kan oplossen, en ik zal dan nog maar zwijgen van de andere probleempjes die op dit ogenblik gaande zijn, dan denk ik dat je eigenlijk al heel veel van die gezondheidsproblemen enzovoort en populatiekwaliteit sowieso al gaat sterk verbeteren. This is a very interesting way to try to prioritize things. The problem is the implementation. If we consider climate as the most urgent, the key issue that needs to be addressed, it would require an enormous amount of social engineering, because we, in order to change our behavior, our values, what we desire in life, the way we live, we actually need to do a lot to change first the constitution of our way of life. So I don't think that we should think in terms of absolute priorities, because we cannot change the danger of the climate change without very profound changes of human behavior and all the values that are behind that. So social engineering in different dimensions. Oké, dankjewel, Dragana. Julien, ik geef jou heel graag het woord. In elk geval, ik zou de sprekers van harte willen bedanken voor hun verhelderende tussenkomst. Maar er is één, zou ik zeggen, centraal concept, een centraal begrip dat mij opgevallen is gedurende gans het debat. Dat is aanpassing. Dus de mensheid, er wordt van de mensheid gevraagd, impliciet, zelfs expliciet, dat hij zich aanpast aan nieuwe omstandigheden. Als hij dat niet doet, en Robert heeft dat heel goed uitgelegd aan de hand van het plaatje dat hij ons laten zien heeft, dan dreigt de menselijke soort dood gewoon te verdwijnen. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dus mijn vraag is in dat verband ook, hoe gaan we ertoe komen? Want de zaken worden dringend, hè? Het is 5 voor 12, zelfs 5 na 12. Hoe gaan we ertoe komen om de gedragingen van de mensen op een zulkdanige manier te beïnvloeden dat zij uiteindelijk geen gevaar meer vormen voor de menselijke soort? Denk bijvoorbeeld aan de klimaatproblematiek. Dat is heel, hoe zou ik het zeggen, heel concreet, nu ook. Er zijn bepaalde mensen die het absoluut niet zien zitten om hun gedrag te veranderen in functie van de veranderende omstandigheden. Maar dus mijn vraag naar jullie toe is, hoe gaan we dat doen? Hè? Want de zaken zijn dringend aan het worden. Ja, dank u. Alsjeblieft, panelisten. Ik denk dat dat een zeer moeilijke uitdaging is. Op dat vlak vind ik de Homo sapiens een zeer intrigerende soort, die sapiens wordt genoemd, wat dus eigenlijk verstandig zou moeten betekenen. Maar dus eigenlijk vind ik dat de domste soort die er is, want die is uitgerust met alle intelligentie
die een andere soort helemaal niet kan opberusten. En toch doet hij de domste zaken op planeetniveau, op klimaatniveau, op socio-economisch niveau. En doet het opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dan denk ik van, ja, oké. En dan proberen op wereldschaal dat socio-moraal gedrag te gaan bijsturen. Ik zie het nog niet direct. Ik denk dat de mens, en dat heeft waarschijnlijk, zou ik durven vermoeden, is ook een gevolg van ons evolutionair proces, is dat wij eigenlijk problem-solving doen op korte termijn, wat zich hier en nu stelt. Maar wat dan later is, oké, ja, we zien het wel als het zover is. En de mens is op heel wat vlakken daarin ook zeer hypocriet, vind ik. Ik zag onlangs nog een meme dat er zo stond van, ik geloof alle wetenschappelijk onderzoek en ik vind dat dat belangrijk is en dat is geloofwaardig en betrouwbaar. En dan staat je van, ah ja, en kijk je dan s'nachts op je gsm waar dat aangetoond is dat blauw scherm slecht is voor het slaap. Ah ja, tuurlijk. Dus allee, dat is zo'n beetje de hypocrisie, denk ik, van iedereen gaat zeggen, ja, natuurlijk, klimaatcrisis is een probleem, ja, natuurlijk moet dat aangepast worden. Maar als dat dan even bij manier van spreken uit de aandacht is, is dat zo van, ja, het zal wel gebeuren. En dat vind ik dan zo'n beetje contradictorisch aan de sapiens als een soort, waar dat het zeker niet zo evident gaat zijn om de gedragingen aan te passen zoals dat hier nu, wat dat nodig zou zijn. Ja, mag ik even? U hebt begrepen uit onze vorige uiteenzettingen en waarschijnlijk ook vandaag, dat wij in feite optimisten zijn. Dus we hebben ook, in een van de vorige zettingen, hebben we ook de moderniteit als een positieve verwezenlijking, maar met zeer belangrijke en urgente problemen die we moeten oplossen. In feite, ondanks ons optimisme, denk ik dat wij inderdaad zeer moeilijke decennia gaan. Naar zeer moeilijke decennia, omdat wij, zoals u terecht hebt gezegd, te laat reageren op de snelle veranderingen die we door de moderniteit ontwikkelen. Bevolkingsexplosie is daar één van. Dragenaar heeft verwezen naar de consumptiepatronen die we hebben. Dat is een ander, een heel typisch voorbeeld. En die twee zitten in interactie, zijn door hun interactie precies de hoofdreden van tal van problemen waar we mee geconfronteerd worden. Ook nog vandaag. Dankjewel, Dragana. I just wanted to make a very small reflection about responsibilities, because of course public opinion is extremely important, but public opinion is something that is extremely easy to manipulate today more than ever. As individuals, we have an absolute right to base our opinions on newspaper articles. However, the institutions of governance have the duty to base their positions about the way that they are managing society, together with all the institutions, on more than superficial moods that swing from one topic to another. So I think it's the value of individual opinions is highly important for our daily life, but the level of responsibility that goes with the power positions in society is much higher. And it's really not just a slogan, but it is a vision of the future, and that is the knowledge-based future. That is one of the mottos of the European Union. We used to make jokes in the scientific community when the European Commission named a research framework program Horizon, because what is the literal meaning of the horizon? It's a line which you can never reach. but it's an aspiration, and I think that that is as far as we can go.
based on the knowledge that we have and not on just manipulative social media, mass media, and other means that swing opinions from one side to another. Dank je wel, Dragana, voor je zeer duidelijk antwoord. Nu, we staan voor... Pardon? Ja, we staan uiteraard voor dialoog en voor communicatie met de kritische burger. In de zaal zitten er kritische burgers, uiteraard. En ik kijk even in jullie richting. Willen jullie iets vertellen? Zou jullie graag een vraag stellen aan onze panelisten of eventueel aan onze human designers? En of is er een vraag gesteld geweest via de chat? Kijk even in de richting van mijn collega's. Nee, ze schudden nee, spijtig genoeg. Geen vragen? Daar gaan we nog iets toe. Tuurlijk, uiteraard. Because this whole project is, and our discussions are extremely homocentric. So I would really very much like to profit from Dominique's presence here to introduce also another dimension. And we spoke about genetic manipulation of human gene pool. What is our actual position, situation, practice, aspirations towards the other species? And I'm rather being quite specific about animal world. Dominique, wat met de andere soorten? Ja. Wel, het is niet heel gedetailleerd mijn domein, maar van collega's die bijvoorbeeld met genetisch gemodificeerde organismen werken, daar zit je eigenlijk met hetzelfde debat. Hè, van waar trek je de ethische lijn van wat kan? En daar heb je ook de pro's die alleen op de voordelen, of waar dat duidelijk is, de voordelen wegen op tegen de nadelen. En de cons die zeggen van ja, er zijn toch een aantal risico's waar dat men niet kan voorspellen waar het gaat gaan. Nu, veel van die zaken waarvan dat men nu zegt, men kan het niet voorspellen waar het gaat gaan, zei men 20 jaar geleden ook. Na 20 jaar zou men ondertussen wel al een beetje moeten kunnen voorspellen waar het uiteindelijk gegaan is. Maar daar... Dat hoor ik van mijn collega's, dat op Europees niveau bijvoorbeeld er nu heel veel afgeblokt wordt op niet-wetenschappelijke argumenten. Waardoor dat het potentieel dat er is voor GMO's op Europees vlak eigenlijk meer afgeremd wordt dan dat het nut dat het kan bieden vooruit gaat. En dat is in die zin nog een iets andere discussie, omdat je daar eigenlijk spreekt van het gaat over cultuurgewassen. En cultuurorganismen. Dat is iets anders dan populaties die in het wild en in hun natuurlijke omstandigheden zich gaan voorplanten en moeten voorplanten en zich aanpassen. Dus in die zin is de vergelijking tot op een zeker niveau wat je kan zeggen over de mens. Anderzijds dan weer niet helemaal, want ja, je kan moeilijk de mens als een stukje van de soort waar dat als een cultuurorganisme moet worden beschouwd. Maar er zijn wel inderdaad gelijklopende principes die daar lopen. Maar bijvoorbeeld, ja, je kunt dan de vraag stellen van als je alles wat genetische modificatie van cel tot organismeniveau bekijkt, hoe kunnen we er dan bijvoorbeeld tegen zijn als we kunnen vlees produceren vanuit stamcellen, waar dat je de hele keten van dierenleed kan wegnemen, waar dat je de hele keten van methaanproductie, die een negatief effect heeft op klimaatopwarming, als je dat daarmee grotendeels zou kunnen wegnemen, ja, ga je dan aan een principe kwestie vasthangen van het mag niet genetisch gemodificeerd zijn, dan denken we dat we een beetje in de absurde richting aan het gaan zijn. Hè? Ja, dankjewel voor je antwoord. Beste human designers, worden geconfronteerd met een luxe probleem. We hebben tijd. Ik kan nog. Ja. We hebben tijd. Dus dan ga ik van de gelegenheid gebruik maken. Dus stel nog maar een vraag bij. Dus ja. Julien staat al in de startblokken. Ja. In dezelfde lijn. Het is zo, als we dus naar een humanisme van de 21ste eeuw willen gaan, denk ik dat we niet meer kunnen spreken over de mens, maar dat we zullen moeten spreken over de mens altijd in relatie met de andere mens en in relatie met zijn omgeving. De planeet. Dat is in feite volgens mij een uitgemaakte zaak. Een tweede zaak dat ik nog zou willen opmerken, dat is Robert,
is een optimist. Hm? Maar ik wil dan gerust de pessimist van het gezelschap zijn. Ik ben niet zo optimistisch, inderdaad. Als ik zie wat er gebeurt. Dus ik ben niet zo optimistisch dat het allemaal goed zal aflopen. En ik ga je daarvan een voorbeeld geven, dat hier ook besproken geweest is. We gaan de beslissingen ook op het vlak van genetische modificatie overlaten aan de gemeenschap. Maar als ik zie wat dat nu op dit moment met de universiteiten gebeurt, de universiteiten produceren wetenschappelijke conclusies die onmiddellijk worden gerecupereerd door privéondernemingen. Dat is zo. Spin-offs en dergelijke meer. Dus ik zie dat nog niet direct gebeuren. Ik zie het niet. Hè. Dat op dat vlak dan de gemeenschap in ene keer dat op zich gaat nemen. Hè. En daar een beslissende rol gaat spelen. Ik ben er compleet voor, uiteraard. Ik vind dat heel belangrijk, maar ik zie het niet. Dus mijn vraag, hoe gaan we daar een antwoord op? Dan kijk even in de richting van Dragana, want ik denk dat zij daar, dat zij de uitgelezen persoon is om een antwoord te geven op deze vraag. An opportunistic answer to this question, half full of half empty glass, is that we can be quite rightly pessimistic in the short-term perspective, but we don't have the right to be pessimists in the long-term perspective. Regarding this absolute, confusion between public and private, and indeed a lot of knowledge produced with public resources then flows in the pocket of private companies. But that is really, again, the problem of the model of governance. And things are happening also in a country like Belgium. When Robert was teaching at the Ghent University 20 years ago, we were making comparisons with some colleagues in the United States, for example, who had to spend 80% of their time running after money in order to be able to do research. And the comfort which was there in a country like Belgium, where researchers could spend most of the time on what they're actually qualified to do. Now we see that unfortunate change, that a certain model of governance is taking over. And indeed, there is a lot of reason to worry. I'm very pessimistic about the evolution of European healthcare system, with private companies taking over insurance and the preconditions and the insurance, because even today in Belgium there are quite problematic practices that are being installed when an insurance company calculates your personal risks rather than population level risk. So I think we need to be very mindful as to what kind of governance we actually have today. And I don't like to think about yo-yo effect in history, up and down. But I also do not think that we have the right to be complacent and say acquis communautaire. There is nothing acquired in society forever. And I think that a certain systems of institutions that are deeply embedded in European values needs to be protected really on daily basis, because the infiltration of other models which are fundamentally based on share competition, profit and power, that is not the model, I think, that we share in Europe, but it is being slowly introduced in our institutions. And indeed, just to wrap up, the problem of universities and private industry is that we are having entire countries in Europe where anybody who is good in research will leave university to go to private sector, which gives more research opportunity, more resources for actual research,
plus also better benefits for individuals. So that's the kind of, I think, tricky historical moment where we are rather confused about the meaning of science and innovation, and innovation is actually very often just linked to profit making rather than knowledge put at the benefit of society. Dankjewel, Dragana. Nu dit project gaat over, het Human 2-project gaat eigenlijk over waarden, humanistische waarden. Je refereerde even naar de Europese waarden. Wat zijn volgens jou die Europese waarden? Ja, die European values. Many ways one can answer those questions. I think that if you look at the European treaties, you will find the core European values. I personally would really single out the question of social solidarity, of the value of education, the value of our healthcare system. So those are, for me, the most important ones. And when we talk about human rights in Europe, I think that Robert touched upon this issue of individual versus collective rights. I like to be very specific, and I'll give an example of a universal right of a child to education. Mm-hmm. What does that mean? Mm-hmm. In a European context, it clearly means that the child has the right to receive high quality education, which implies that the state has the obligation to provide such education, which means that parents have the responsibility and obligation to send the children to school. A child has the right to education, and the child has a human right to play. But a six-year-old child does not have the right to choose that they will not go to school because that infringes their right to play. So I think that putting that in a context, I think that what the European model is, it's the model to which we are putting institutions that are at least responsible for the implementation, that they're not just pure empty shells without actual substance. Okay. Dank je wel. We hebben nog tijd voor een vraag. Aline, Max, ik kijk even in jullie richting. Ja, wel daarnet had Dominique het over genetisch. Als we het genetisch zouden kunnen in staat zijn om maladaptief gedrag er zeg maar volledig uit te halen. Hè. Wat dan? Hè? Zou dat het einde betekenen van maladaptief gedrag? Maar wat als we het omdraaien en dat we bijvoorbeeld kijken naar dingen, ik denk dat de meesten van ons wel het eens zullen zijn, dat mondiale vrede wenselijk is, dat we hongersnood willen uitroeien in de wereld. Hè. Maar gaan we dat bereiken met enkel inclusief leiderschap en enkel die sociale aspecten? Of gaan we toch moeten gaan kijken om fundamenteler in te grijpen in de mens? Panelisten. Iets wat ik eigenlijk ook een beetje wat u daarnet zei, hè, van humanisme, de mens staat centraal. En eigenlijk sluit het ook een beetje aan met de vraag die jij stelt. Het hele debat gaat logischerwijs uiteraard nu over de mens. Hoe kan je zaken verbeteren voor de mens? En hoe ga je ze evolutie verbeteren, de kwaliteit verbeteren? Daarnet zei ik ook van, ja, hoe ga je meten of dat het verbetert? Maar dan stel ik mij eigenlijk ook direct de vraag, ten koste van wat mag het verbeteren? In die zin dat zolang het maar voor de mens verbetert, ongeacht wat de impact is op alle andere organismen. Want uiteraard, ja, humanisme, daar staat de mens centraal, maar de mens gaat het hier niet lang trekken als hij de enige is die overschiet als soort op deze planeet. Dus ik denk, als je het holistisch wil aanpakken, ja, dan moet je ergens wel
durven zeggen van kijk, we willen misschien wel voor de mens verbeteren, maar niet als dat tot op een zekere mate ten koste gaat van andere organismen. En dat is nu niet zozeer van de schone vlindertjes en de mooie bloemetjes, maar dat gaat evenzeer dan over die organismen die essentieel zijn voor die kwaliteit van de mens. Neem alle bestuivers weg, omdat je ergens meer mensen, de bevolking ergens moet kunnen gaan steken. Ja, wel, maar dan gaat het toch ook biotechnologisch andere oplossingen mogen zoeken voor voedsel en het een en het ander. Dus dan mis ik zo soms een klein beetje in het de holistische benadering van ja, de mens is één van de soorten op de wereld. Het is dan nog niet de soort met de meeste individuen, maar heeft wel de meeste impact op de wereld. Maar oké, wat met de rest van de wereld dan, hè, in het gehele plaatje dan? Dankjewel, Dominic. Ik wil eigenlijk als laatst het woord geven aan Max. Ja, Max, alsjeblieft. Ja, dan maak ik misbruik van de situatie nu dat we toch een evolutiebioloog in huis hebben. U had het over de sapiens, homo sapiens, en u vroeg zich een beetje tongue-in-cheek af, ja, hoe komt dat toch dat hij zo irrationeel is, dat hij zo regelmatig even aan een stuk in eigen voet schiet. Hè? Ik heb een voorstel. Hè? En ik vraag het aan u als evolutiebioloog of dat onzinnig is of niet. Evolutie werkt, vaak is complex natuurlijk, maar evolutie werkt op genetisch niveau, laat ons zeggen. Het individu evolueert en dankzij mechanismen die ervoor zorgen dat het overleeft en dat het individu floreert. Maar nu op een gegeven ogenblik ontdekt de evolutie, in mijn uitleg is teleologisch, hè. ontdekt de evolutie dat de samenwerking loont. En ze ontdekt dat groepsdieren dat eigenlijk goed marcheert of aan. Maar dan zit ze met een probleem. Ze heeft altijd gewerkt op dat individu en nu moet dat individu altruïstisch worden. Goed, we gaan dat proberen, zegt de evolutie. We gaan een groepsdier zorgen dat zowel op individueel niveau werkt als op groepsniveau werkt. En we gaan twee systemen erin stoppen. Hè. Maar wat blijkt nu? Die twee systemen werken elkaar tegen. Voilà. Nu, is dat ver gezocht? Nee, zeker niet. En dat is eigenlijk iets dat constant zich voordoet. Hè. Je hebt altruïsten en egoïsten. Men maakt soms men gebruikt de analogie van de duiven en de valken. De duiven, dat zijn de groepsbeesten, peace brother en vree in de groep. En de valken zijn dan degene die zeggen van ja, maar nu en dan ga ik er toch wel een keer een van opeten. Evolutie gaat naar een evenwicht gaan tussen die twee. Volgens mij ga je nooit in een situatie geraken dat je of het een of het ander kan bereiken. Je gaat altijd vrijbuiters hebben die zeggen van oh, maar iedereen doet dat hier schoon in groepjes, maar ik zie daar een opportuniteit en ik ga er als individu voordeel uit halen. Want dat is natuurlijk ook een beetje hetgeen dat evolutie drijft. Is eerst een individu die vanuit zijn fenotype, genotype ergens een voordeel kan halen. En ja, als dat de kans dat hij kindjes krijgt verhoogt, ja, dan gaat dat gebeuren. En die kindjes gaan misschien datzelfde gedacht hebben van oh, ons vader heeft dat daar goed gedaan, we gaan dat hier ook een beetje loes gaan doen. En dan ga je meer van dat krijgen. En tot op het punt dat proporties bereikt, dat eigenlijk de hele groep meer schade doet dan nadeel. En dan ga je weer een countering krijgen. En dat is, denk ik, er zijn maar weinig soorten. Je zou misschien kunnen zeggen, eusociale insecten, die het dan ja, puur fysiologisch, hormonaal, de rest platleggen en zeggen van, ja, jij gaat alleen maar dat doen. Maar organismen die ergens een flexibiliteit hebben in het gedrag dat ze kunnen vertonen, dan ga je altijd een wisselwerking hebben tussen egoïsten en groepsminded. De ene keer komt het een voordeliger uit, de andere keer het ander. En afhankelijk van of dat de situatie veranderd kan zijn, in die situatie kun je veel beter een egoïst zijn. De omgeving verandert, kunnen veel beter een groepsgenoot zijn. En dat heeft zich ook bij ons, dat speelt zich eigenlijk de dag van vandaag ook af, als je naar de mens kijkt. Wij zijn zo een succesrijke soort kunnen worden, omdat die groepsfunctionaliteit genetisch ergens hardwired is vastkomen te liggen van wij haalden daar voordeel uit om in groep te gaan doen. Tot op een zekere groepsgrootte.
Nu zitten we met het probleem van, ja, die groepen zijn gewoon veel te groot. Ja, je kunt hier en daar beter wel een keer een egoïst zijn. De achterdeurtjes in de Belgische wetgeving, dat is de sport van de Vlaming, wordt gezegd, van die achterdeurtjes te vinden. Ja, dat is dan dat opportunisme gaan... Ja. Dank je wel, Dominique. Max, kijk in jouw richting. Tevreden? Oké, goed. Het is 9:00. Ik stel voor dat we stilaan afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor dit debat waar ik zelf persoonlijk heel erg van genoten heb. Ik heb voor mezelf een aantal dingen genoteerd die ik zeker meeneem naar een volgende keer. Iets wat systematisch komt bovendrijven is leiderschap en het belang van leiderschap. Leiderschap in de richting van solidariteit, educatie, veiligheid. De overheid zet eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, de krijtlijnen van de moraliteit uit op populatieniveau. En wat moet het dan zeker doen? Dat is deugdelijke ethische wetenschap stimuleren en gelijktijdig ook reguleren. Want het is uiteindelijk die wetenschap die dat de mens inzicht geeft in zichzelf. Dan moet ik maar denken aan hetgeen wat Dragana inbracht. Als mensen inzicht hebben in zichzelf, in de adaptieve aspecten van hun gedrag en de maladaptieve aspecten van hun gedrag, dan gaan ze misschien hun gedrag gaan bijsturen. Gaan ze andere scenario's overwegen, ethischere scenario's overwegen. Gaan ze andere strategieën kiezen die altijd gekoppeld zullen worden aan coöperatie. Want samenwerking, eigenlijk zijn we gedoemd om te samenwerken, om samen te werken. En die coöperatie gaat dan blijkbaar heel ver. Hè. Het gaat niet enkel maar over coöperatie tussen mensen onderling, maar het gaat eigenlijk over het creëren van een harmonie met de hele werkelijkheid. Dus dat is eigenlijk een holistische kijk op de wereld. Een wereld waarin dat we moeten navigeren in de richting van een onduidelijke en een open toekomst. En dan is de vraag natuurlijk, wat zijn dan de toetsstenen die dat we hebben natuurlijk om dan te navigeren in die open toekomst? Hoe kunnen we duidelijkheid creëren in die onduidelijkheid? Ja, laten we dan werken aan een gezond en lang leven voor ieder individu op deze planeet. Hè. En laten we dan beseffen dat we dan toch verantwoordelijk zijn voor ieders gezond en een lang leven. En uiteraard, goed, ik wil niet negatief eindigen natuurlijk, maar uiteraard, dat is ook gezegd geweest, wat is ook een morele verantwoordelijkheid dragen? Als je weet dat een bepaald scenario een doemscenario is, stel dan alsjeblieft met je scenario, je strategie en je gedrag, stel alsjeblieft alles in het werk om dat doemscenario te vermijden. Dat is hetgeen wat ik vandaag voor mezelf heb genoteerd. Ik wil jullie allemaal bedanken. Dragana, Weerom, Dominique, Robert, Alin uiteraard, Max, Julien. Robert, in principe, binnen 2 weken geven we elkaar terug rendezvous. Kan je alsjeblieft kort uitleggen waarover dat we het de volgende keer zullen hebben? De meeste boeken over de materie waarover we in dit project hebben gesproken, behandelen de wetenschappelijke en de filosofische, de ethische en methodologische problemen. Heel weinig werken gaan verder en passen dan hun bevindingen of hun inzichten en conclusies toe op de concrete problemen waarmee we geconfronteerd worden. In ons boek zijn wij wat stoutmoediger geweest en er is een groot deel, een derde ongeveer, dat besteed wordt aan wat zijn nou de implicaties voor de concrete probleem waarmee we zelfs vandaag geconfronteerd worden. Consumptie, bevolkingsgroei, noem maar op. En dat is wat wij volgende keer, dus willen we de link leggen van een evolutief langdurige projectieve benadering naar wat heeft dat onmiddellijk als implicaties voor onze hedendaagse en toekomstige vraagstukken. Okay, dankjewel. De volgende keer hebben we een andere panelist, een andere gast. Dat is in dit geval Michael Vlerik. En Michael Vlerik is een filosoof die heel zijn denken en werken baseert op de evolutiewetenschappen. Dus dat zal weerom een boeiend debat worden. Dus heel graag tot binnenkort, tot binnen 2 weken. Hopelijk hier in Bar Pilar. En uiteraard, als het niet kan, digitaal via de stream. Tot dan. Dag. Dank u.
Nee, dat is graag gedaan.